Goedenavond. Een min of meer klassieke lezing ga ik doen, zoals ze dat in anglo landen doen. Gewoon voorlezen. Dus geen wilde uh, presentaties of improvisaties. We zijn in een vrij intiem gezelschap. Dus het moet allemaal kunnen. Daarna gaan Arjen en ik hopelijk een show bouwen. En dan weten jullie dat. Ja? Het begint eigenlijk met twee citaten, eentje van Hans Blumenberg. Wissenschaft verleidt den Menschen zu een eigentümlichen hoogmoed gegenüber sich selbst. Wetenschap verleidt de mens tot een merkwaardig soort hoogmoedigheid ten opzichte van zichzelf. En Wittgenstein, wie kunnen we die waarheid zagen, zonder daarbij deze staken vooroordelen... En daarbij deze staken vooroordelen beroeien. Hoe kunnen wij de waarheid zeggen en daarbij tegelijkertijd die sterke vooroordelen tot rust brengen? Um, Bloemenberg, Wittgenstein, dat is al duidelijk. Ik breng twee filosofen samen in mijn lezing die niet vaak zijn samengebracht. Dus uh, misschien maf en interessant. Het heet No Facts, No Future. Dat is een beetje het leidmotief. Dat is ook een titel die me in de maag is gesplitst door de organisatie. Dat jullie dat weten. En helemaal op het einde wordt duidelijk wat ik bedoel met no facts, no future. Goed, Friedrich Nietzsche zei ooit eens dat feiten niet bestaan. We moeten het volgens hem doen met interpretaties. Helemaal blij worden mensen tegenwoordig niet van dergelijke inzichten, want feiten dienen te worden gekoesterd. Als er immers geen feiten zijn. Is er dan nog een wereld? Kunnen we ons toestaan de wereld te versluieren met interpretaties? Is er buiten de interpretaties echt niks? Interpretaties, zei Susan Sontag ooit eens, zijn de wraak van het verstand op de kunst. En zo voegde ze er één adem aan toe en op de wereld. Mensen die geen feiten willen zien, bijvoorbeeld omdat ze die feiten onder haakloverijen wilden verhalen of ondoorgrondelijke interpretaties wilden bedekken, zijn wereldvreemde vijanden van de waarheid. Die vijanden zijn er overal, van postmoderne waarheidsontkenners in de filosofie tot extreemrechtse populisten en hun dubieuze inspiratiebronnen. De wetenschap, zo luidt dan de redenering, moet tegen dit koor van cynici in het geweer komen. Hoe doet de wetenschap dat? Ze houdt zich aan de feiten. En verder hoeft ze niets te doen. De maatschappij moet bij haar terecht kunnen als het erom gaat precies te weten wat er aan de hand is. Nietje, zo kan dan worden geconcludeerd, heeft wetenschap en uiteindelijk ook de maatschappij niets te bieden. als hij vasthoudt aan zijn stelling dat er alleen maar interpretaties en geen feiten zijn. De vraag, dames en heren, die ik hier wil stellen, is eenvoudig. Zou de wetenschap de maatschappij werkelijk wat te bieden hebben? Als hij in deemoed afziet van interpretaties en zich slechts houdt aan die feiten. Voordat ik op deze vraag inga, wil ik even twee opmerkingen vooraf maken. De eerste is gerelateerd aan een opmerking van de Duitse filosoof Hans Blumenberg, die ooit stelde dat de wetenschap de mens verleidt tot een zonderlinge hoogmoed tegenover zichzelf. Ik zei dat net. Volgens hem is van deemoed allesbehalve sprake. En dat zal u misschien verbazen. Heel vaak horen we dat de wetenschap de mens uit het centrum van de wereld heeft weggerukt. Zo leren we van Copernicus dat de Aarde niet in het centrum van het heelal staat. Het universum draait dus niet om onze planeet, maar, om de, pla maar de planeet draait in een uithoek van het universum mee. Maar wie denkt dat dit een les in deemoed is, heeft buiten de waard gerekend, immers. Copernicus laat het hele universum niet om de aarde draaien, maar om de waarnemer zelf. De planeet staat niet centraal, maar de mens die al dat moois in het universum waarneemt. Geen wonder dus dat Bloemenberg de wetenschap ziet als expressie van de menselijke geldingsdrang. Ik zal daar straks uitvoerig op terugkomen. Mijn tweede opmerking hangt samen met Wittgenstein, een oudere tijdgenoot van Bloemenberg. Wittgenstein zei ooit. Dat het er niet alleen op aankomt de waarheid te spreken, maar ook op het tot bedaren brengen van die sterke vooroordelen. Dat heb ik net ook gezegd. Vooroordelen zijn de vijanden bij uitstek van de waarheid. Wie erin vast blijft zitten, komt nergens. Maar Wittgenstein weet ook hoe sterk die vooroordelen kunnen zijn. Vooroordelen zijn niet alleen maar dom. Integendeel, mensen kunnen goede redenen hebben om aan die vooroordelen te blijven hangen. En ik zal straks. Uitvoerig op Wittgenstein terugkomen, maar nu wil ik het volgende als gedachtevoer meegeven. Hoeveel hoogmoed moet iemand in zijn donder hebben om te denken dat hij met een aanspraak op waarheid vooroordelen kan bestrijden? Met deze vraag verbind ik Bloemenberg met Wittgenstein. Twee denkers die niet vaak met elkaar in samenhang worden gebracht, omdat ze schijnbaar tot geheel verschillende denktradities behoren. Het is maar dat u dat weet. Toch beschouw ik bij de denkers als eensgezind over wat de mens eigenlijk is. Hij is in ieder geval niet iets om heel enthousiast over te doen. De mens, schrijft Wittgenstein in zijn filosofische onderzoekingen, weet misschien wel wat een ander denkt, maar niet wat hij zelf denkt. Daarom kan het ook niet anders dan dat die mens in al zijn streven om dingen te weten ook hopeloos kan mislukken. En Bloemenberg definieert in die beschrijving des menschen. De mens dan ook als het wezen dat zich, omdat het mislukken kan, ook mislukt kan voelen. Het wordt een vrolijke avond. <laughs> Dit gevoel van mislukking danst op de achtergrond van alles wat ik hier te vertellen heb over feiten en wetenschap voortdurend mee. We zouden het verkeerd aan doen om Nietzsche's uitspraken over feiten en interpretaties te zien als een uiting van een cynisme... Dat ze geen alle deemoed neerlegt bij de volstrekte onkenbaarheid van de wereld. Integendeel zelfs. Het is goed bekend dat Nietzsche de wetenschap van zijn tijd, bijvoorbeeld de evolutietheorie, heel serieus nam. Waar hij echter voor wilde waarschuwen, is de gedachte dat die wetenschap louter een helder, alles besprenkelend licht op de werkelijkheid werpt. Zo'n waarschuwing is niet iets waar gemiddelde wetenschappen vandaag de dag veel bezwaar tegen zou kunnen hebben. Veel wetenschappers weten maar al te goed dat de monnikenarbeid die ze dag na dag verrichten niet alleen steeds weer nieuwe dingen belicht, maar juist ook nieuwe dingen duister maakt. Een oud adagium komt hier naar voren: hoe meer we weten, hoe minder we weten. Had ik het net al niet over het idee van mislukken? Dat hele kennisstreven mislukken kan ligt niet alleen dat het het hele kennisstreven mislukken kan, excuse, ligt niet alleen aan de werkelijkheid. Waarover ik straks nog het een en ander te zeggen zal hebben, maar ook aan de aard van de mens zelf. Die mens kan zich niet verhouden tot de werkelijkheid als een neutrale, nietsontziende en allesziende waarnemen. Waarom niet? Hij is God niet. Of om het minder provocatief te zeggen, de mens heeft, hoe verstandig hij ook is, toch altijd ook een zeker gebrek aan logica nodig. Dat althans beweert Nietzsche in paragraaf 31 van Menschliches uit Menschliches. De mens is een dermate gepassioneerd wezen dat het wel heel naïef moet zijn om te denken dat zijn aard zuiver logisch zou kunnen worden. Ook de verstandigste mens, schrijft Nietzsche, heeft van tijd tot tijd zijn aard nodig. Dat wil zeggen, zijn onlogische grondhouding ten opzichte van alle dingen. Men moet niet denken dat dit een irrationele afwending van de werkelijkheid is. In een gepointeerd commentaar op Nietzsche's uitspraak. Wijst Bloemenberg erop dat het slechts gaat om de nuchtere, men zou haast zeggen feitelijke vaststelling, dat het voor een mens onmogelijk is om lang te blijven hangen in wat Nietzsche logica noemt. De grondinstelling van mensen is, als we Nietje mogen geloven, nu eenmaal onlogisch. Koele zakelijkheid hoeft je niet altijd van wezens te verwachten die gefascineerd raken door onderwerpen en gebeurtenissen. Die er enthousiast over zijn en zich betrokken en gepassioneerd voelen, vaak een heel leven lang. Zonder een dergelijke irrationele grondhouding zou zoiets als wetenschap helemaal niet van de grond zijn gekomen. Dan komt er nu een stuk, dat kunt u allemaal lezen, maar dat ga ik niet voorlezen. Dat gaat over Karl Popper, de bekende wetenschapsfilosoof. En die wetenschapsfilosoof die legt ook uit dat, dat uh, wetenschap die zeg maar zonder. Hartstof, zonder vrolijkheid, zonder begeestering. uitgeoefend uh, wordt, dat dat geen wetenschap is. De wetenschap is al dus. poppen geen bureaucraat die. sine ira uit studio zijn werk doet. Integendeel, zelfs. Vergelijkbare inzichten kun je ook bij Weber en dergelijke halen. Maar ik sla dat soort shit nu even over. Uh, want de boodschap van al dit soort gedoe is heel helder. Hè? En ik ga me dan ook verontschuldigen voor het grootste cliché in deze lezing. Wetenschap is mensenwerk. De wetenschapper is dus niet alleen maar een buitenwereldelijk, autonoom of transcendentaal subject dat in staat is om alles vanuit het perspectief van de harde logica te bezien. Zo'n subject bestaat niet en heeft ook nooit bestaan. Hoe hard de methodologen ook proberen onze studenten op een dergelijke manier te transcendentaliseren. Mensen in de wetenschap deinen mee op golven van intersubjectiviteit. In die zin staat het actieve subject niet onveranderlijk tegenover het passieve object, iets wat men ons lange tijd heeft proberen wijs te maken. Een individuele wetenschapper, iemand van vlees en bloed, iemand die door Bloemenberg omschreven wordt als een feitelijk ego, kan zich er niet op beroepen, dat hij noodzakelijk is. Integendeel zelfs, ieder ander zou in de huid van dit feitelijk ego kunnen kruipen. De wetenschapper ervaart wat dat betreft altijd zijn eigen contingentie, zijn eigen toevalligheid. Jazeker, hij verricht dit en dat onderzoek, maar het had ook zo kunnen zijn dat hij het niet had gedaan, maar iemand anders. Bovendien, en dit is het belangrijkste, beseft hij juist door die contingentie dat hij misschien wel de wereld nodig heeft, maar de wereld hem niet. De wereld, schrijft Bloemenberg, blijft ook als ik niet blijf. En dat is de enige harde werkelijkheid, ook voor de wetenschappen. Van die wetenschappen, zoiets als het kennende en objectieve subject maken, iets wat tal van filosofen hebben geprobeerd, miskent eenvoudigweg de feitelijke nietigheid van dat wetenschappelijke ego. Nu kunnen we misschien begrijpen waarom Nietzsche feiten inwisselde voor interpretaties. De gedachte dat er een onbelemmerde toegang tot feiten zou zijn, berust op een bepaalde opvatting over wat feiten zijn. Ze liggen ergens in de wereld en het kennende subject heeft onbelemmerde toegang tot hen. Dit is de mythe van Francis Bacon en tot op de dag van vandaag heeft men er last van. Maar zo simpel zit het niet voor Nietzsche in elkaar. Mensen zijn wezens die al interpreterend de wereld tegemoet treden, dat bepaalt mede de feiten die ze te zien krijgen. Het is natuurlijk heel verleidelijk om hier te gaan speculeren over waar dat idee van een neutraal en objectief kennend subject dat zo verketterd wordt door Nietzsche eigenlijk vandaan komt. Je zou dan een verhaal moeten vertellen over hoe aan het einde van de middeleeuwen de mens van God steeds meer een absolute macht maakt. Iets wat op zich totaal onbegrijpelijk is. En hoe hierdoor diezelfde mens een steeds grotere behoefte ervaart om zijn eigen verstand tegen dat absolutisme door te zetten. Iets wat dan zelf weer leidt tot een zelfverabsolutering van de mens. God is bij denkers als Willem van Ockham of Cusanus niet langer de zorgende vader. Hij lijkt er niet eens meer voor de mens te zijn. Hij trekt zich terug tot de randen van het universum. Het menselijk verstand moet zich in een wereld die er dan niet voor de mens zelf is, in een wereld waarin hij slechts kan terugvallen op zijn onbeduidende feitelijkheid en contingentie durven door te zetten. Selbstbehauptung, noemt Bloemenberg dat. Dat kun je misschien het beste vertalen met geldingsdrang. Je moet jezelf durven te laten gelden tegenover de ondoorgrondelijkheid van de wereld... of tegenover de absoluutheid van God. Als zowel de wereld als God zelf niet voor ons te volgen zijn... dan rest ons, willen we de werkelijkheid overleven... Niets anders dan onszelf centraal te stellen. En zo ontstaat na verloop van tijd het idee van een menselijk wezen dat niet bijzonder, beperkt of eindig is, maar universeel en kosmopolitisch. Cusanus plaatst tegenover de absoluteheid van God, die we maar ten dele kunnen kennen, de absolute mensheid. En van deze absolute mensheid zijn het denkende subject van Descartes, het transcendentale subject van Kant of de absolute geest van Hegel. Niets anders dan voortzettingen. En voor al deze subjecten ligt de wereld van de dingen bloot en voor het oprapen. En die wereld noem je de wereld van de feiten. En die feiten, als het kan, netjes gerangschikt en overschichtelijk gemaakt, zijn nodig in een wereld die niet langer vanzelfsprekend is. En zo wordt wetenschap, al dus Bloemenberg, die hier Nietzsche op de voet volgt, niets anders dan het grote instrument van de menselijke geldingsrang. Dat is grootste instrument der Selbstbehauptung. Die geldingsdrang heeft alles te maken met de noodzaak van zelfbehoud. Bloemenberg stelt dat de conservatio sui de fundamentele categorie wordt die in de moderne wetenschappen op alles en nog wat van toepassing is. Of het nu om het traagheidsprincipe in de natuurkunde gaat, de driftstructuur in de biologie of zelfs de belangen van sociale aggregaten als de staat. Steeds staat zelfbehoud voorop. Niets bijzonders. Deze gedachte kom je bij tal van filosofen tegen. Alles wil persisteren in zijn, schrijft bijvoorbeeld Hans Jonas. De geldingsdrang is volgens Bloemenberg wel een speciaal soort zelfbehoud. Het gaat om het zelfbehoud van het menselijke verstand, oog in oog met het immer dreigende verlies aan orde, begrijpelijkheid en logica. In een wereld. Die in zichzelf zit verdraaid, dus in een wereld die absoluut is, kan er bijna niet anders dan dat er een crisis van het verstand komt. En die crisis kan alleen maar bezworen worden door tegenover absurditeit en absoluutheid het menselijke verstand te plaatsen. Voor het menselijke verstand moet de wereld wel alles worden wat het geval is: letterlijk alles valt voor de voeten van het redelijke dier dat de mens is. De gedachte dus. Dat wetenschap met deemoed te maken heeft, is Bloemenberg vreemd. Dat neemt niet weg dat de dreiging van de mislukking, van die zelfbehaupting, overal zichtbaar is. Het verstand MAG echter niet mislukken. Als de wereld er niet meer voor de mens is, dan is dat verstand het enige waar hij nog een beroep op zou kunnen doen. Nou, misschien voeren deze bespiegelingen wat al te ver. Maar ze zijn toch van groot belang om te weten waar de menselijke behoefte aan ondubbelzinnige feiten vandaan komt. We begrijpen langzamerhand steeds beter dat de wereld er niet voor ons is. Maar als ze zich vervolgens ook nog eens in volledige onbegrijpelijkheid zou terugtrekken, dan gaat er iets grondig mis. Er moeten dus objecten voor de menselijke reden zijn. Zo wist iemand als David Hume. Hij onderscheidde, zoals bekend, tussen feitelijke standen van zaken, matters of fact en een verband tussen ideeën die mensen over deze standen van zaken kunnen hebben. Relations of ideas. Van Hume kennen we dan ook het idee dat feiten niet hetzelfde zijn als waarden... en dat de mens in zijn streven is en oort, dat wil zeggen wat het geval is... en wat het geval zou moeten zijn, heel goed uit elkaar moet houden. Dit is dus de basis van de hele wetenschapsbeoefening. Als wetenschap voortvloeit uit de menselijke geldingsdrang... Dan betekent dit kennelijk dat de mens moet afzien van normatieve uitspraken. De individuele moraal is klein en onbeduidend en werpt de mens terug op zijn contingentie. Daar moeten we dus boven uitstijgen. Iedere student wordt dus nog steeds aangemoedigd om zich te concentreren op de feiten en niet op wat hij of zij vindt dat het geval zou moeten zijn. Het is alsof normativiteit het feitelijke ego aankleeft. Terwijl objectiviteit iets is wat het transcendentale subject aankleeft. Wat het geval moet zijn, verdeelt de mensen. Maar wat is, verdeelt ze niet. Mijn simpele voorbeeld: met Donald Trump heb ik geen enkele discussie over de vraag hoe warm het buiten is. Waar ik wel discussie over heb, is de vraag of er geen beleid met betrekking tot klimaatverandering moet komen. In geen boek zie je zo sterk de nadruk op feiten als in Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus. De wereld, zo luidt de beroemde openingszin, is alles wat het geval is. En meteen daarop volgt de stelling dat de wereld het geheel van feiten is en niet van dingen. Dit is misschien een beetje raadselachtig, maar de achterliggende gedachte is vrij simpel. Feiten worden tot uitdrukking gebracht in volzinnen en dingen nooit. Dingen kun je naam geven: boom, maan, zon, regen. Feiten zijn standen van zaken. En die standen van zaken kunnen we het beste zien als een combinatie van dingen. Dingen worden door de standen van zaken met elkaar gecombineerd. De zon schijnt en het regent. De zon heeft een rode kleur. De zon schijnt en het is koud, enzovoort. Dat die zon een rode kleur had, dat was omdat ik dit schreef toen die. Branden op het Siberische eiland over Nederland heen trokken. De rook althans daarvan, niet de brand. Toen was de zon een beetje rood. Ik vond het wel een mooi griezelig gezicht. Een feit is altijd wat toevallig het geval is. En van wat toevallig het geval is, kan de mens kennis hebben. De mens weet dat de zon schijnt en dat het regent, enzovoorts. De wereld wordt bepaald door het geheel van feiten, dat wil zeggen door wat wel en niet het geval is. Goed. Ik wil en kan hier niet uitgebreid ingaan op een van de meest bediscussieerde boeken in de westerse filosofiegeschiedenis, dat is die Tractatus Logico Philosophicus. Maar waar het mij om gaat is dat die feiten zich kennelijk in een ruimte bevinden die toegankelijk is. De vraag is voor wie? Het antwoord is niet voor jou of mij. Dat wil zeggen niet voor een concreet mens of een feitelijk ego. Nee, alleen dat niet-feitelijke en transcendentale subject heeft toegang. Tot die ruimte. Het hele idee van ruimte staat centraal in Wittgensteins bespiegelingen. Ieder ding, zo lezen we in propositie 2013 van de tractatus, bevindt zich als het ware in een ruimte van mogelijke standen van zaken. Ik kan me deze ruimte als leeg voorstellen, maar het ding niet zonder ruimte. En wie is het ik dat dergelijke voorstellingen heeft? Het gaat natuurlijk niet om u of mij. Dat zal inmiddels wel duidelijk zijn. Het gaat om een universele en niet om een particuliere ervaring. Dat we ervaringen moeten en kunnen universaliseren, is lange tijd gezien als levensnoodzakelijk voor het hele instituut wetenschap. Ondanks het feit dat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen dat wetenschappers zonder persoonlijke hartstocht hun werk doen, kunnen we ons geen wetenschap meer voorstellen die niet boven dit particuliere weet uit te stijgen. Tegenover de discontinuïteit. Van de particuliere ervaring wordt de homogenisering van die ervaring doorgezet. Particuliere ervaringen hebben we allemaal, het is hoe we leven. Ze maken deel uit van wat Bloemenberg dan de levenstijd noemt. Maar wetenschap, of liever nog het instituut wetenschap, kan niet in die levenstijd blijven verwijlen. Hij moet daar bovenuit stijgen en dat begint met ieder individu voor te houden dat het niet om hem of haar gaat. Ik citeer hier Bloemenberg. Citaat. Het institutionele van de wetenschap bestaat er precies in dat ze niet door de diverse levenslopen van de subjecten die haar beoefenen geraakt kan worden. Daarom wordt de pluraliteit van de dragers met het oog op hun theoretische dienstbaarheid irrelevant. Het proces verloopt alsof het toebehoort aan een enkelvoudig qua motieven en doelen identiek subject. Einde citaat. Jazeker dus, wetenschap is mensenwerk. Maar als die mens daadwerkelijk zichzelf wil laten gelden. in een voor hem of haar fundamenteel betekenisloze wereld. dan moet ze over het specifiek menselijke heen weten te stijgen. Als de wetenschap de pretentie wil waarmaken. opgewassen te zijn tegen de dimensies van de wereld. dan kan het bijna niet anders. dan dat ze ervan afziet om op het niveau. van de particuliere levenswereld. Verklaringen te bieden. In die zin is het volstrekt begrijpelijk dat Bloemenberg stelt dat de wetenschapper gebonden is aan het opgeven van zin. Zinverzicht is het kenmerk van de ware wetenschap. Samenvattend is de wetenschapper aan de ene kant dus een mens van vlees en bloed, een mens met hartstochten, een mens die met ziel en zaligheid zijn of haar werk doet. Van de andere kant geldt dat hij bereid is zijn identiteit als het ware op te offeren aan de grote boom der kennis. In die zin is het niet eens zo raar als Popper, die ik net even noemde, van zijn wetenschappers verwacht dat ze enerzijds met roekeloze hypotheses komen om vervolgens van hen te eisen dat ze die in alle neutraliteit testen. En als je dit dan weer verbindt met Bloemenberg, dan zou je kunnen zeggen dat wetenschap ergens haar wortels in de levenstijd heeft, maar dat ze als ze echt universeel werelds wil zijn, boven die levenstijd moet gaan uitstijgen. Door wetenschap te beoefenen, stijgt de mens boven zijn particulariteit uit... en wordt hij oneindig, tijdelijk, onpartijdig en één. Zie hier waarom het niet zo gek is om wetenschap te omschrijven als een soort goddelijke activiteit. De menselijke geldingsdrank in een leeg en doof universum... betekent niets anders dan dat je in gemeenschappelijkheid en eenheid... Alwetendheid nastreeft. Dat die alwetendheid imagineer blijft en dat het hele streven en gedoemd is te mislukken, doet niets af aan de richting die ingeslagen wordt. De eenheid van de mens is niets anders dan een voorwaarde voor zijn zelfverwerkelijking en die zelfverwerkelijking kan niet anders zijn dan alwetendheid. De prijs voor die geldingsdrang is dus dat je afziet van zingeving. Zou dit niet de belangrijkste reden kunnen zijn waarom veel mensen zo moe worden van wetenschap met al haar pretenties op waarheid en feitelijkheid? Immers, die verdomde waarheid en feitelijkheid lijken altijd zo ver verwijderd te zijn van waar de mensen in een concrete hier en nu, in hun levenstijd, dus mee te maken hebben. Zou je de bekende discussie over de valorisatie van de wetenschap niet kunnen herinterpreteren als een poging om de wereldtijd van de wetenschap te koppelen aan levenstijd? Is dat niet de reden waarom hoogleraren van deze universiteit volgend jaar in mei op de fiets springen en naar lagere scholen in de hele omgeving fietsen, in Toga trouwens, om daar les te geven aan kinderen die nog niet, helemaal niet die behoefte hebben, die achter alle wetenschap sluimert? Achter die valorisatiediscussie sluimert natuurlijk een enorme onrust. De mens die achter die wetenschapsgeul gaat, weet ook wel dat in de dagelijkse levenswereld niet zo genoten wordt van het aanbod van de wetenschap. Hoe hard men ook hier en daar zijn best doet om ook wetenschap te verkopen. De wetenschap presenteert feiten, maar die feiten zijn lang niet altijd relevant of interessant voor mensen van vlees en bloed. Als een vriend van mij vertelt dat hij verliefd is geworden, dan kan ik als goed wetenschapper reageren en hem zeggen. Dat het allemaal alleen maar pheromonen en andere materiële processen zijn. Sterker nog, ik kan hem zeggen dat verliefde paren niet meer en niet minder zijn. dan twee merkwaardige zakken vol met aminozuren en proteïnes. En als mijn vriend gaat protesteren, dan houd ik hem eenvoudig voor dat dit de feiten zijn. en dat het nu eenmaal niet anders is. Nou, u kunt zich voorstellen hoe die vriend reageert. Als Bloemenberg het heeft over afzien van zin. Zin verzicht, dan wijst hij ook op een soort onbehoudenheid, een totaal gebrek aan tact, dat kenmerkend is voor de wetenschapsbeoefenaar. Alleen proleten zijn in staat tot dergelijke botte reducties. Ik wil hier ook wel uit eigen ervaring putten. Twintig jaar geleden publiceerde ik in een redelijk, in een redelijk bekend tijdschrift, Organization Studies heette dat, een stuk over de Poolse socioloog en filosoof Sigmund Bouwman. Ik had, zoals het een filosoof betaamt, een vlijmscherpe analyse van zijn werk gemaakt waarbij Bouwman er niet altijd goed vanaf kwam. En een van de anonieme reviewers had als bezwaar tegen mijn stuk, en ik citeer nu, dat ik met skalpel een vlinder uit elkaar had getrokken. In mijn geldingsrang wist ik precies die zwakke plekken te detecteren in de teksten van Bouwman, maar de analytische arbeid verblindde mij voor de schoonheid van de tekst. Dat terwijl mijn hele idee om over bouwman te schrijven, voortvloeide uit een bewondering voor zijn teksten. En ergens in het proces was ik dit laatste helemaal uit het oog verloren. Ik wilde een punt maken, maar raakte mijn gevoel voor zin kwijt. Hoe vaak gaat het oplepelen van harde waarheden, van standen van zaken, van feiten dus niet gepaard met betekenisverlies. En dat gevoel van verlies. Raak niet alleen de verliefde persoon tegen wie je zegt dat hij alleen maar een zak aminozuren en proteïnes is. Deze persoon zal vermoedelijk terecht boos op je worden. Zoals iedereen boos kan worden op wetenschappers die alleen maar alles willen reduceren tot feiten. Denk hier maar eens aan de woede op onbehouwen vlegels als Dawkins of Swaap. Mannen die als volledige religieuze celoten alles reduceren tot één ding. Tussen DNA, hersenen of God zit weinig verschil. Als je beweert dat alles hiertoe herleid kan worden. Maar het is niet ondenkbaar dat het gevoel van betekenisverlies vroeg of laat ook inhakt op die wetenschappen zelf. Die niet, zoals we net bij Nietzsche zagen, alleen maar een functionaris van de universele reden is. Maar ook af en toe zou moeten kunnen toegeven aan wat we zouden kunnen omschrijven als een melancholische opwelling. Ook hier een citaat uit Bloemenberg. Wetenschappelijk ben ik nog altijd dood. Ik voel geen zin om wetenschappelijke boeken ter hand te nemen. Het denken gaat in cirkels en de mensen verschijnen als de vliegen die zich steeds weer stoten aan het venster bij hun pogingen eruit en verder te komen. Bloemenberg citeert hier Paul Jork van Wartenburg, een halfvergeten jurist en filosoof uit de 20e eeuw. Het insect dat wil weten, zoemt en zoemt, in de hoop dat het ooit door het glas zal stoten en dan terechtkomt in de wereld van de feiten. Want om die wereld gaat het. Iets zit het beestje dus dwars. De werkelijkheid, zo ontdekt het, wil zich niet zomaar openbaren. Dat venster is niets anders dan een reductiemiddel. En laat de dingen in de wereld staan alsof ze als beesten verspreid staan in een diorama. Denk hier nog eens aan Wittgensteins ruimte. Niets hoor je, niets voel je, niets proef je. Het enige wat het insect doet is kijken. En kijken impliceert afstand. Het insect stelt zich niet tevreden met die afstand en blijft zijn hoofd stoten. De mens daarentegen accepteert de afstand volledig en legt zich neer bij de onverbiddelijke ondoordringbaarheid van die wereld. Mensen begrijpen niet wat het betekent om daar buiten in die wereld te staan en zich te bewegen. Mensen, misschien kun je dus standen van zaken zien. Precies als in een diorama. Maar wil dat ook zeggen dat je begrijpt hoe je met en in die wereld die je ziet kunt overleven? Wat zijn hier nu harde feiten? Dat je de wereld ziet, maar dat je er alleen al vanwege kinesthetische belemmeringen niet aan deel kunt nemen? Of dat je aan deel neemt, maar daardoor niet ziet? Zoals bekend is de hele filosofie van Plato tot Wittgenstein doortrokken van het idee... Dat de mens de wereld niet kent omdat hij gevangen zit. Bij Plato zit hij aan ketenen vast en is hij veroordeeld tot het aanschouwen van schaduwen die slechts afspiegelingen van de echte werkelijkheid zijn. Het doel van alle filosofie, de mens de weg wijzen uit die schaduwwerkelijkheid. Wittgenstein omschreef, zoals bekend, het doel van de filosofie als proberen de vlieg de weg uit het vliegenglas te wijzen. Niet omdat deze vlieg de wereld daarbuiten als een schaduwwereld zag, zoals bij Plato het geval was, maar omdat het beest niet kon deelnemen aan die wereld. Kijken door glas is afstandelijk en vervreemdend. Voortdurend kom je bij Wittgenstein, dezelfde man die ooit dacht dat de wereld gewoon alles is wat het geval is, variaties op dat gevangen zitten tegen. De wereld kan kennelijk niet zomaar alles zijn wat het geval is voor een wezen dat zelf in de val zit. Hier een passage uit Bemerkungen über die grondlagen der mathematiek. Paragraaf 37. Het is maar dat u dat weet. Citaat. Een mens zit in een kamer gevangen als de deur niet gesloten is, maar alleen maar naar binnen toe geopend kan worden en hij niet op het idee komt die deur naar zich toe te trekken en alleen maar duwt. Einde citaat. Prachtig. Wat hier opvalt is dat het probleem om eruit te komen en door te dringen naar de werkelijkheid. Door Wittgenstein veel eenvoudiger wordt voorgesteld dan bij Plato. De bewoners in de grot zitten vast aan kettingen. Er is dus echt een Houdini-act nodig om hen te bevrijden. Iets wat voor de bevrijder zelf niet zonder risico is. Socrates, die er wel in slaagt om uit de grot omhoog te klimmen, en daarna besluit, hoe dom kan dat zijn, om af te dalen, om de achtergebleven te, te vertellen hoe de echte werkelijkheid in elkaar zit, betaalt dat met zijn leven. Die achtergeblevenen zijn niet blij met zijn relaas over de realiteit. En ik druk me hier voorzichtig uit. Bij Wittgenstein lijkt het erop alsof er slechts een knopje bij deze of gene moet worden ingedrukt om te begrijpen dat je de deur niet moet trekken, maar duwen. Je voelt de archetypische, verstrooide professor op de loer liggen. Iedereen weet hoe de deur open moet, maar hij niet. Wat heel simpel lijkt, is voor hem heel moeilijk. En waarom? Misschien omdat hij zich aan bepaalde regels lijkt te houden. Bloemenberg legt in zijn commentaar op Wittgensteins gevangenschappen uit dat er misschien een regel is die zegt dat de meeste deuren naar buiten toe opengaan in plaats van naar binnen. Een regel dwarsboomt dus een andere manier van kijken. En het willen opvolgen van regels zorgt er vaak voor dat je de dingen niet meer ziet. Een regel is niets anders dan een vooroordeel dat het verloop van intenties makkelijker moet maken. En heeft juist daardoor ook een zeker hegemoniaal effect. Hoe makkelijk het misschien ook is een deur naar binnen toe te trekken, er geldt hier een ijzige logica. Als niemand doet, dan doet een verstrooide professor het al zeker niet. Gevolg, hij ziet niet wat er aan de andere kant van de deur ligt. Hij ziet de feiten niet. Regels ontaarden snel in vooroordelen. En nu stuiten we op iets wat ons, als het gaat om feiten, knalhard achtervolgt. Denk nog eens aan het citaat dat ik net gaf van Wittgenstein, helemaal aan het begin. Vooroordelen, steeds maar weer die vervloekte vooroordelen. Of het nu gaat om de grot, het vliegenglas, de afgesloten kamer, of simpelweg een niet afgesloten kamer met een deur die naar de verkeerde kant opengaat. Het gonst in al deze ruimtes van vooroordelen, die snelle toegang tot de feiten in de weg staan. Is het niet de taak van filosofie en wetenschap om vooroordelen weg te nemen? Is dit niet iets wat we sinds de verlichting hebben gedacht en gewild? Ga een slag anders denken. Begrijp dat wat je altijd gedacht hebt ook wat anders aanschouwd kan worden. Zie in dat er mogelijkheden liggen aan de andere kant van de deur. Gooi je vooroordelen af en stap als een autonome dan autonoom subject de blijde wereld van de feiten in. Laten we allemaal wetenschapper worden. De veronderstelling dat we dit allemaal zouden moeten worden, is precies wat Bloemenberg dus de hoogmoed van de wetenschap noemt. En hij beroept zich daarbij op zijn. Omdat diens metafoor van de deur die naar jezelf getrokken moet worden, een bepaald soort boodschap in zich bergt. We willen wel de muren van de grot opblazen, we willen de vlieg bevrijden uit het vliegenglas en we willen uit die kamer weg. Allemaal waar, maar, en dit is het hele punt: willen we dat echt wel? Vooroordelen hoeven niet alleen maar dom te zijn, lezen we in paragraaf 340 van filosofische onderzoekingen. Het is misschien wel heel verstandig om men aan hen vast te houden. Al was het alleen al omdat ze zo geruststellend zijn en de waarheid, daar twijfelt Wittgenstein helemaal niet over, is allesbehalve geruststellend. Lijkt het er nu op dat de man die ooit plomp verloren zei dat de wereld alles wat het geval is, toch een restantje obscurantisme handhaaft? Misschien. Waarom moet die deur open? Wat het geval is, kan ook een val zijn. Ik wees er al op. Wittgenstein mijmert over iemand die twijfelt over de vraag of de deur geopend moet worden, omdat hij bang is dat aan de andere kant een gapende afgrond is waar hij dan onvermijdelijk intuimelt op het moment dat hij een stap over de drempel zet. Dat Wittgenstein zelf niet twijfelt over de vraag of het de moeite loont die deur te openen, neemt niet weg dat een ander wel kan twijfelen. Niet iedereen wil door glas heen breken of deuren openen die beter gesloten kunnen blijven. En dat is, al dus Wittgenstein, ik herhaal dat nog eens, niet per se dom. Hoe het ook zij, wat hij in al zijn koenheid beweerde in de tractatus, namelijk dat wij ons een beeld maken van de feiten, daar blijft bij nadere beschouwing niet al te veel van over. Ook al blijft het onmiskenbaar onderdeel van de professionele mindset van goede wetenschappers en filosofen. Maar wat heb je eraan in het leven van alle dag? Moeten we de hele tijd van feiten op de hoogte zijn? Die werkelijkheid, dames en heren, is zo stil dat ze bijna schreeuwerig wordt. Het hele œuvre van iemand als Bloemenberg is erop gericht ons te laten zien dat die werkelijkheid tot bedaren moet worden gebracht, omdat ze er niet voor ons is. Hij noemt dat nogmaals het absolute van de werkelijkheid, die in zichzelf gekeerdheid ervan maakt dat ze doof is voor onze behoeften en verlangens. Geldingsdrang, zelfsbehooptoend dus, is het enige wat we hier tegenin kunnen brengen. Maar geldingsdrang hoeft niet alleen wetenschappelijk te zijn. Ze kan poëtisch, artistiek of technisch zijn. Alles kan meewerken aan het apeseren van werkelijkheden die er niet voor ons zijn. En dan nog iets. Wat is die werkelijkheid eigenlijk? Ik weet het niet zeker, maar ik geloof... Dat de Britse filosoof Norman Whitehead ooit eens zei dat de werkelijkheid niets anders dan werkelijk is. We kunnen er verder niet al te veel van zeggen. Zeggen dat de werkelijkheid een soort van substantie is die achter al onze uitspraken en beelden schuil gaat, verlegt het probleem slechts. Punt is dat dergelijke uitspraken de werkelijkheid toch niet raken. De werkelijkheid blijft onberoerd. De grote vraag is dan waarom mensen niet ook een soort recht hebben. Om onberoerd te blijven voor die werkelijkheid. En daarmee legitimeer ik niet de alombetreurde feitenvrijheid. Ik probeer alleen te laten zien dat de hang naar die feitenvrijheid net zo hardnekkig is als de wens om eraan te ontsnappen. No facts, no future. Zou het echt zo zijn? De toekomst zal genoeg feiten opleveren, maar minstens zoveel factoids. Nepfeiten en andere apenkool. We doen alles om die dove werkelijkheid tot bedaren te brengen. En de rust waar we na verlangen, wordt echt niet alleen maar tot stand gebracht... door Jan en Alleman met de neus op de brute feiten te duwen. De paradox is heel simpel. In de levenstijd hebben mensen de feiten helemaal niet zo hard nodig, maar in de wereldtijd wel. Maar wie alleen maar feiten wil, geeft zijn concrete feitelijke ego op en accepteert zinverlies. Ik dank u zeer. Nog even nog een klein gedichtje aan het einde. Dat was ik toch nog even vergeten. Foutje in het voorlezen. Ik wil u nog een gedichtje meenemen van de onvergetelijke Jan Emmens. En het heeft een titel die heel toepasselijk is voor onze discussie: Hard Facts. Harde feiten dus, ik vertaal dat maar even. Het gras is gemaaid, de bloemen staan op stelen, de blaren hangen keurig aan de boom. De een heeft een huisdier wat te bevelen, iemand te strelen, iemand te slaan. De ander zichzelf om mee om te gaan. Ik geef toe, misschien wat al te veel levenswereld voor een hardcore wetenschapper, maar niet verstoken van zin en alleen daarom al zeer rustgevend. Dank u wel. René, dank je wel voor de lezing. Um... Eigenlijk wil ik iets vragen over de. Ik wil beginnen met iets vragen over de hoofdvraag die jij in het begin hebt gesteld. Namelijk, en ik parafraseer alleen maar. Wat heeft de wetenschap te bieden als ze, zich in, als ze zich van interpretaties weerhoudt? En in de lezing komt heel sterk naar voren dat de mens niet kan leven van feiten alleen. En dat we ook goede redenen hebben om in ons leven. Niet altijd puur feitelijk te willen zijn. Hij heeft ook bijvoorbeeld opgemerkt dat hoe meer feiten we ontdekken, hoe minder we lijken te weten. Dus hoe meer feiten we aan ons bestaan toevoegen, hoe eh, complexer de boel eigenlijk wordt. Maar mijn vraag is wat dat eigenlijk zegt over de hoofdvraag. Dus als het voor ons als, als, als uh, normale stervelingen zo is dat wij niet uh, puur rationeel kunnen zijn, niet kunnen leven van de feiten alleen, wat, wat zegt dat? Wat, wat hebben wetenschappers daaraan? Want wat kunnen wetenschappers anders dan meer feiten produceren? Wat kunnen wetenschappers anders dan meer feiten produceren? Um, Jesus, wat een eerste vraag. Um, ja, kunnen we niet gezelliger beginnen? Dus? Ja, ik heb ook gezellige vragen. Nee, nee maar dat dit... weet ik al. Maar um, ze kunnen in feite... Uh, um, kijk, het, 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 het probleem bij wetenschappen is... is uh, dat, dat, nou ja, wat, wat ik dan zinverzicht noem in navolging van uh, Bloemenberg, hè, dat, dat, dat is dus ook meteen precies laten zien dat, dat, dat wetenschap niet het hele menselijke leven uitput. En uh, dat is ook zo interessant aan wetenschap. Mm -hmm. En ik denk hier bijvoorbeeld ook aan allerlei uh, inzichten... Die je uh, ook in andere filosofieën tegenkomt. Wat kan de wetenschap nou eigenlijk uh, uh, doen als het erom gaat om ons bijvoorbeeld te zeggen hoe we moeten leven? Een zeer actuele vraag. Hè, want ik, ik heb hier pas geleden een hele discussie gehad uh, over klimaatverandering en dergelijke. En heel veel van die klimaatveranderaars, die wil, of sorry, dat zijn niet de klimaatveranderaars, <laughs> de wetenschappers die zich met klimaatverandering bezighouden, die willen natuurlijk allemaal beleid. En dergelijke. Dus die willen dat er toch een soort normativiteit afgeleid wordt uit wat ze constateren. Mm -hmm. Die feiten, die, worden, die zijn al lang niet meer, alleen nog maar in een neutraal domein. Je kunt het overigens ook vergelijken met bijvoorbeeld medische wetenschappen, dat, 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 uh, je, je kunt bijvoorbeeld aantonen dat, dat, dat roken of, of veel vet eten, dat dat niet gezond voor de mensen is. En, en uh, ja, moet je daar dan wat van aantrekken? Ja, zeggen dokters, moet je wat van aantrekken. Dat is, dat is de ene kant. Dus die, ik kan me voorstellen dat de mens achter de wetenschappen heel vaak van dat soort normativiteit gaat ontwikkelen. Mm -hmm. Aan de andere kant zit de wetenschapper met zijn spel. He, hij blijft natuurlijk ook altijd universeel. Hij moet objectief zijn, methodologie is iets heel belangrijks. Hij moet dus vanuit een positie die hartstikke transcendent is. Dus die dus in feite niet van deze wereld is, hè, misschien af en toe mensen gaan vertellen die wel van deze wereld zijn, hoe ze moeten gaan leven. Bijvoorbeeld met klimaatverandering of gezonde eten of drinken en dergelijke. En dan komt die wetenschap altijd op een soort probleem uit, dat ik wel eens heel simpel met het woord wetenschap heb uh, verbonden. Hè, um, wetenschap is weten in schappen stoppen. Dat is een oude definitie van, van uh, wetenschap, die je geloof ik alleen maar in Nederland uh, kunt, uh, uh, die woordspeling. Hey, maar dat betekent dus dat die wetenschap alles uh, rubriceert, alles registreert, alles ordent en dergelijke. En dat moet ze ook doen. Zij kan dus niet op een andere manier dat spel spelen. Maar die mensen, die onttrekken zich daaraan. Hey, dat is het hele onderscheid dat ik maak in, in een stuk over levenstijd en wereldtijd. Die mensen die onttrekken zich daaraan, die houden zich er niet aan. Iedereen kent wel een opa die hartstikke ongezond leeft en toch 118 is geworden en dergelijke meer. Dus dat. Zijn, nou, daar, zit, daar zit een soort moeilijkheid in. En wat op de achtergrond, dit maakt deel uit van een groter project waar ik op dit moment mee bezig ben, wat op de achtergrond meespeelt, is, is een zorg die ik heb. Over de vraag hoe wetenschap vanuit die objectieve, transcendentale positie. Eigenlijk nog communiceert met mensen. En, en uh, dat, dat, dat is een van de grote discussiepunten op dit moment. Dat, daar duidt ook die hele discussie van valorisatie op. We willen wat betekenen voor de maatschappij. Dat is het hele idee. Maar het is kennelijk heel moeilijk om, om zeg maar, heel concreet wat te betekenen voor mensen, vooral mensen die dus vasthouden aan vooroordelen, aan feitenvrijheid. Die klimaat ontkennen en noem maar op. Want er zit er ook iets raars in. Je zou, je zou misschien kunnen zeggen dat een soort ideaal van moderne wetenschap ook altijd een soort democratisering van wetenschap is geweest. Dus het idee dat je zoveel, mens, zoveel mogelijk mensen opleidt met in ieder geval een basale kennis van wetenschap van, en een gezond respect voor feitelijkheid. Ja. Maar misschien is wat je nu ziet, is dat je dus precies ook... Uh, fenomenen krijgt waarbij wetenschappers merken van hmm, misschien is het helemaal geen leuk idee voor ons als mensen zich met onze wetenschap gaan uh, bemoeien. Je noemde net bijvoorbeeld uh, uh, dokters. Ik kan me voorstellen dat er genoeg medici zijn die, 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 die wakker liggen van hè, mensen die bijvoorbeeld betogen dat uh, vaccinatie autisme veroorzaakt en dat soort shenanigans. En die ook allerlei data hebben om dat dan te ondersteunen, waarvan wetenschappers zeggen dat is ja, dat is pseudowetenschap. En dan kom je in een heel raar domein terecht, waarin aan de ene kant de democratisering van de wetenschap is geslaagd, want de mensen die jouw politieke tegenstanders zijn, die praten in wat zij ook voor een wetenschappelijk discours houden. Ja. En tegelijk zie je dat wetenschappers dan eigenlijk zeggen van hé, hey, laat die democratisering maar zitten en laat het maar weer aan ons over. Ook, ook, ook hetzelfde met klimaatwetenschap. Ja. ja, dat is een bekende discussie. Maar is dan het probleem niet dat in plaats van. Uh, of is het tweede probleem niet? Dus dat in plaats van dat we ook naast feiten interpretaties nodig hebben, is dat er dus ook een basale strijd is over. Hè, wat we allemaal goed kennen, over wat überhaupt moet, dan moet gelden als een feit. En, en dat je nu tegenwoordig alternative facts hebt. En dat niemand meer zegt van: mijn standpunt komt voort als, uit een interpretatie. Het is gewoon een <laughs> ander feit dan jouw feitelijkheid. Ah, ik denk dat feiten gewoon. Ik, ik ontken helemaal niet bestaan van feiten. Dat doe jij ook niet. Dat, dat, dat is irrationeel. Je kunt gewoon een temperatuur meten buiten. En dan, uh, en, en dan bijvoorbeeld uh, vaststellen dat het nu 8 graden buiten is of zo. Niemand die eraan twijfelt. Dat is dat punt met Trump dat ik maak. Uh -huh. Ik heb hier geen discussie over. In die zin zijn dat gewoon matters of fact en dergelijke. Maar de meeste wetenschap van vandaag die zit in complexiteiten vast. En er zijn die complexiteiten die ervoor zorgen, a, dat, dat dingen niet meer zo makkelijk in schappen gestopt kunnen worden, dat eh, bijvoorbeeld de causale ketens niet helemaal helder zijn. Dus wat betekent het bijvoorbeeld als je een hele hoop registraties van temperaturen hebt en ga je daar bijvoorbeeld uit afleiden dat het zoiets als klimaatopwarming is? Ja. Of ga je daar bijvoorbeeld voorspellingen doen? Dan kom je echt in, in iets wat niets, misschien niet meer bij feiten te maken heeft en dan zijpelen die interpretaties binnen. He, en die wetenschappers, die, er is nog wel eens een tendens onder wetenschappers, ook bij ons college van bestuur bijvoorbeeld, om, om dan toch wel weer de, de, de feiten te verdedigen. Maar in complex sciences, waar het vandaag de dag dan voornamelijk om gaat, of het nou neurologie is, of biologie, of klimaatwetenschappen, uh, noem maar op, gaat het nauwelijks nog over dat soort hele elementaire feiten. Het gaat over iets wat veel ingewikkelder is en wat de wetenschappen dus ook heel nadrukkelijk. Uitnodigd om mee te doen aan een soort debat daarover. Uh -huh. Nou, dat debat daarover, dat, dat, dat is natuurlijk uh, heel moeilijk als je als wetenschapper gewoon zegt, ja, wij hebben de waarheid in pacht. Nou, over klimaatverandering heeft geen wetenschapper de waarheid in pacht. Er is een soort uh, idee dat er iets aan de hand is. 95% van alle klimaatwetenschappers zijn van mening dat dit zo is. Overigens zijn ze dat in Rusland niet van mening. Uh, of, daar zijn ze misschien wel van mening, maar ze denken klimaatverandering is heel goed. Het smelten van de noordelijke ijszee is fantastisch voor ons. Maar in feite weet bijvoorbeeld. Dan nou ga je weer een maagje dieper in de discussie. Ze weten bijvoorbeeld niet precies of klimaatverandering uh, blijft. Uh -huh. Er hoeft maar een vulkaan onder Yellowstone tot uitbarsting te komen. Mens houdt op met die klimaatverandering. Er hoeft maar een. Uh, uh, nog iets anders te gebeuren. Ze en, en dus we weten bijvoorbeeld ook niet precies hoe antropogeen het allemaal is. Dus hoezeer het door nou, Dan begin je, kom je in een steeds glibberiger gebied. En dat glibberige gebied dan wordt dan een domein van iets wat de wetenschap, als je tenminste de gedachte aanhangt dat je puur objectief en methodologisch zuiver moet zijn. Een domein waar je dus helemaal van af moet houden, waar je ver van moet blijven. Dat is het domein van interpretaties en retoriek. En, en dat wordt naar mijn smaak van wetenschappers in toenemende mate, zeker als je in die complex sciences zit, wordt dat geëist. En, en uh, als je dus uh, je geldigheid of je, of je, je laten we zeggen, je, je, je werk wilt valoriseren, dus wilt laten zien dat je heel relevant bent, ontkomt de meeste wetenschap niet aan deelnemen aan dit soort discussies. En de essentie van dit soort discussies is, is dat niemand nog de waarheid in pacht heeft. Niemand heeft dat. En waar komt, dan, waar komt dan nog zoiets vandaan voor jou als weldenkendheid? Want je gaf dat voorbeeld van Trump. Je staat, dus jij staat met Trump in de kamer. En je hebt het over, het, uh, over de temperatuur. En jij zegt: God, het toch wel warm. Het is een gevolg van de opwarming van de aarde die enigszins antropogeen is. Ja. En Trump zegt: Nou, daar hoeven we niks aan te doen, want het is een, een Chinese hoax. Jij vindt op dat moment: deze man is geen weldenkend. hypothetisch, deze man is geen weldenkend mens. Hoe maar dat veel van. Veel dat? Hmm? Hoe weet jij dat? Ik op dat dit zei? specifieke Ik leg jouw woorden in de mond om ja. op een vraag te komen. Ja. 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 Want veel van wat jij zegt is dat de feiten, aan zich, de pure feiten, zijn niet genoeg om weldenkend te zijn. Je zegt net: er komt ook een stuk retoriek bij, dus er komt een stuk esthetisering bij. Ja. Wat is dan nog de bron van weldenkendheid? Ehm. Um. Dat je mooie verhalen vertelt. Dat je uh, waarheidseffecten produceert, om maar eens met uh, uh, Foucault te spreken. Dat je uh, je verhalen ook goed verkoopt. Dat je ze helder maakt. Dat je mensen probeert te overtuigen van jouw verhaal, zonder dat je zeg maar, dat kunt doen met een knetterhard beroep op feiten. En, dat, en, en dus, dus wat je dus in feite uh, weldenkendheid zal dus in hoge mate een, uh, ook een smaakkwestie worden. En precies op dit punt heb je uh, filosofen zoals Daniel Dennett en, en in, in de Lage Landen ook Tineke Beekman die zeggen van ja maar precies dit, hè, het reduceren van, van waarheid en weldenkendheid tot, tot goede verhalen vertellen, dat is in hun... He, worden postmoderne kwatsch die ze ook verantwoordelijk houden voor het hele probleem met alternative facts, klimaatontkenning en dat soort gekte. Uh, dat wordt daar als oorzaak voor aangewezen. Maar, maar jij staat daar dan anders in? Slechte wetenschapshistorici. Ja, daar sta ik echt fundamenteel anders in. Ja, uh, maar Dennet lult wel vaker uit zijn nek als het over wetenschap gaat. Uh, ik bedoel, we hebben al heel lang een uh, behoorlijke uh, uh, Wetenschap heeft een zeer complexe verhouding met feiten. En, en dat is ook altijd zo geweest. En de, de, ik, ik denk dat die feitendrang, die je bijvoorbeeld bij iemand als Dennis ziet, het werk van Beekman ken ik niet. Maar de, uh, dat, dat dat vooral ook een, een, een behoorlijke pompeuze poging is om zichzelf op een soort van voetstuk te plaatsen. Mm -hmm. En uh, die, die, die heel erg interessant is. Wat ik nou net in mijn verhaal ook laat zien, is dat die, dat, dat het idee van een objectieve wetenschapper die dat allemaal weet, dat dat dus allemaal in hoge mate zelf gebaseerd is op feitenvrij nadenken over wat een wetenschappelijk subject is. Zo'n subject is er gewoon niet. En dat, 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 uh, nou ja, dat is het eerste waar je erover kunt zeggen. En het tweede, ja, wij klagen allemaal over feitenvrij. Uh, ik, ik heb laatst ook een hele lezing over journalistiek gegeven. Op precies dezelfde discussie. Mensen die denken dat de journalistiek feiten moet brengen en dergelijke. Alsof de journalistiek altijd feiten gebracht heeft. Dat is helemaal niet waar. Alsof het ooit, feiten... ja, alsof <laughs> alsof ooit daarom gaat. Nee, dat is echt totale onzin. Er is een, uh, ik, ik bedoel, in Duitsland is een krant als. Hè, we hebben het nu over beïnvloeding van de nieuwscharing door Russen in Amerika. Als er één land is geweest dat de media elders in de wereld heeft proberen te beïnvloeden. In Duitsland is de grootste krant, Bild, is gewoon jarenlang gewoon puur gefinancierd door CIA, de door CIA. En hooggehouden om de anticommunistische stemming er flink in te houden. Dus het is echt een mythe om te denken dat, dat, dat onze samenleving een, 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 een prettige verhouding tot, tot feiten heeft. Of dat, laten we zeggen, wij houden van feiten. Het is echt een totale mythe. Zo geloof ik ook dat gedachten dat wij alleen maar dansen na het pijpen van onze uh, uh, genen uh, doorkent, dat dat, dat dat net zo'n soort mythe is. En, en uh, omdat het iets, uh, er zit een fundamentele religieuze move in. Nou ja, daar weet jij misschien nog wel meer van dan ik, maar het reduceert ja. alles tot één ding. En, en dat, uh, dat lijkt mij heel religieus om te doen, bijna monotheïstisch. Maar er zit, uh, en dat, dat, dat was ook een klein beetje in, in uh, Stefan's introductie... ik denk dat, 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 uh, dat het hele No Facts, No Future als titel... dat dat ook gepaard gaat met een soort angst. Ja, dus de angst dat als we uh, een, in ieder geval streven naar objectiviteit... en expertise opgeven en, en dat, dat we dan in de handen komen collectief... van demagogen die ons allerlei mythes voorspiegelen... en die retorisch heel begaafd zijn, maar ja. ons uiteindelijk zingend naar de afgrond... Leiden. De charlatans die door de duisternis van de grot waren. Ja, dat is, dat, 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 dat is een beeld. Hè? Dus de oude sofisten, dat worden nou charlatans. En, 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 en dat, 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 uh, dat beeld bestaat er natuurlijk altijd bij de weldenkenden. Ja, nou dan moet je... En iedereen vindt zichzelf weldenkend. Ja, nou, dan moet je eens kijken hoe weldenkenden bijvoorbeeld uh, uh, het allemaal heel goed gezien hebben dat Donald Trump president kon worden. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nou, ja. nou eh, Kijk, die, die, heel veel van die kranten, die zijn natuurlijk zelf, eh, kranten, maar ook wetenschappen en dergelijke, voorspellen buitengewoon slecht. Uh -huh. eh, we, we verwachten van wetenschap dat we moeten voorspellen, maar dat is iets wat heel lastig is. Eh, goede voorspellingen doen. Ik heb het genoeg om een kamer te delen, met iemand die zichzelf wel eens omschrijft als planoloog en futuroloog, en die maakt er een hobby van om in het jaar X... Dossiers uit het jaar en artikelen uit het jaar x min 5 uh, te lezen. Dus hij leest nu allemaal dingen uit, uh, uit, uit 2012. En uh, bijna niks komt uit. En, en dat, 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 dat is hartstikke leuk. Wij verwachten wel van die wetenschap dat ze betrouwbare resultaten produceert. Maar zeker in complexe tijden gaat dat helemaal niet. Dus je moet zeker niet vervallen tot de gedachte dat je alleen maar exacte wetenschap of iets dergelijks kunt bieden. Dat verwacht de samenleving wel. Die verwacht van die wetenschap dat ze, dat ze bijvoorbeeld exact voorspelt. Mm -hmm. hoeveel zonneuren er het komend jaar zal zijn. Want daar heeft bijvoorbeeld de zonnepanelenindustrie een gevestigd belang bij. Hè? Of die verwacht ook van, uh, van, van, van uh, uh, bijvoorbeeld uh, seismologen. dat ze heel goed een aardbeving kunnen voorspellen. Nou, het is bekend dat vandaag de dag sommige wetenschappers. ook in de bias terechtkomen, omdat ze voorspellingen. Niet goed hadden. In Italië zijn seismologen naar aanleiding van de aardbeving in 2009, ik weet niet of u dat weet allemaal, maar zijn opgesloten omdat ze de zwaarte van die aardbeving onjuist hadden getaxeerd. En in Amerika worden nu wetenschappers vervolgd omdat ze de zwaarte van die hurricane die Houston, ik ben de naam even kwijt, Avi, verkeerd hadden ingeschat. Maar dat gaat, dat gaat vrij ver, want aan het einde van de dag, wat, wat wil je liever in Italië, dat iedereen met de almanak in de hand kijkt hoe er een vogel vliegt en hoe een kat mouwt, om te kijken of er een aardbeving aankomt, of wil je vertrouwen op mensen die daar daadwerkelijk voor opgeleid zijn en de juiste apparatuur hebben? De Franse wetenschapshistoricus en filosoof uh, Michel Serre, heeft ooit eens uh, beweerd in Les saint geloof ik, jou wel bekend, ja. dat, dat het Romeinse Rijk duizend jaar van relatieve stabiliteit had, dankzij het feit dat de mensen die daar de regering uh, uh, vormden, vogelweggelaars waren. Dus feiten en feiten, trouwheid en dergelijke, heeft niks te maken met de stabiliteit van de samenleving. Hij wijst er overigens wel op dat in ieder geval mensen. Die, 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 die naar vogels kijken, niet naar zichzelf kijken. Dat is in ieder geval een vorm van uh, vooruitgang. Maar zit daar ook niet iets in, want er wordt gelachen, maar er zit misschien ook iets in dat je met het kijken naar die vogels, dat dat, dat in ieder geval een praktijk is die gepaard gaat met een soort slag, in de, slag om de arm. De, de, de baan van de, ik vergeet de Latijnse naam, maar de baan van de vogelkijker is het interpreteren van de tekens de en niet het ja. aflezen van de tekens. Ja, wat bedoel je daarmee? In de nou ja, je wijst er net op bij die seismologen bijvoorbeeld. Die worden vervolgd, omdat ze, dat, dat neem ik dan even aan, omdat ze hebben gezegd: met zekerheid komt er wel of geen aardbeving dan en dan. Of dat nou, in, in geval het zo bijzonder zijn. zijn ze vervolgd, omdat een van die hoofdseismologen had gezegd: dat er, er was al net een zware voorbeving geweest. Mm -hmm. En een zware voorbeving, dat betekent meestal dat de volgende beving, als die al komt, waarschijnlijk niet zo heel groot is. En deze voor, hier was, had je dus een anomalie. Mm -hmm. En, uh, plot, en die, die volgende beving die was dus nog een stuk groter. Met alle gevolgen van die miljarden schade, een paar honderd doden en weet ik veel wat. Dat is natuurlijk niet goed voor verzekeringsbedrijven. Op die fiets, ja. ja. Ik wil even iets overschakelen naar iets anders waar je het ook over gehad hebt. En dat is de. de het verschil tussen de, de positie waarin de wetenschapper zich wil plaatsen of denkt dat hij zich moet plaatsen en onze eigen particulariteit. Is er niet ook een soort angst, uh, niet zozeer op het gebied van wetenschap, maar wetenschap in, in combinatie met technologie, dat juist die particulariteit, die individualiteit, onze subjectiviteit, dat die op een gegeven moment ook geïncorporeerd gaat worden in feitelijkheid via technologie. En dan heb je, to, dan bedoel ik, dystopische ideeën over artificiële intelligentie of over... Algoritmes van Facebook en Google die kunnen voor, op een gegeven moment zullen kunnen voorspellen, tien jaar voordat ik het weet, uh, wat ik op een gegeven moment zal willen en waar ik naartoe ga. Ja. Is, die, is dat voor jou een realistische angst? Dat, de technologie, dat wetenschap je via technologie op een gegeven moment jouw voor is, in je geleefde zijn? Nou, vijf jaar geleden had ik niet gedacht dat ik zo fanatiek zou appen als nu het geval is. Dus kennelijk weten bedrijven als Apple en dergelijke veel beter van wat mijn ware behoeften zijn dan ik zelf. Wat ze natuurlijk een soort van goddelijke status geeft. Dus ik vind dat wel een interessante kwestie. Dat wij zelf op de een of andere manier niet goed weten hoe wij in elkaar zitten. Dat is ook een, onze onkenbaarheid. En voor onszelf is, is, is natuurlijk ook een van de redenen waarom wij zo met die wetenschap bezig zijn. We hoeven toch ergens iets te ontsluieren over onze rol in het universum. En bedrijven die, die met technologie bezig zijn, die doen dat kennelijk heel goed. En dat zou een tragisch lot zijn. Dus dat, dan, is het, dan zijn we gedoemd om uiteindelijk onszelf niet te kennen, maar wel gekend te worden door Jan en alle man om ons heen. Ja, ik vind dat wel mooi hoor, een tragisch lot. Ik had het ook... Een ander bijvoeglijk naamwoord kunnen geven. Maar ja, nou ja, wat is het is de schoonheid het, het, van zoiets. Het, het heeft ook wel iets obscènes, maar ik denk inderdaad dat een mens niet goed in staat is om zichzelf te kennen. Dat, dat, dat is een. Uh, ik vind het niet alleen maar tragisch of opzien. Ik vind dat overigens ook iets wat, wat, met, wat met, met een soort bescheidenheid te maken heeft. Die hele neiging om, om uh, jezelf te willen kennen, die, die heel erg. In onze cultuur zit, is iets waar ik me grote zorgen van maak. Je kunt je inderdaad geloven, ik ben wat dat betreft echt een kosmoloog. Zoals Bloemenberg die in, in zijn hoofd heeft. Het is misschien veel interessanter om je met sterren en, en natuur en dergelijke bezig te houden. Ik wijs bijvoorbeeld op iets heel simpels. Hè? En ik hoorde laatst een verhaal dat, dat in taalboekjes voor kinderen op de lagere school, bij mij begon dat altijd met objecten. He, de, de, dus uh, de, de taal, he, die eerste woordjes die het was, dat waren woordjes als maan, roos, stoel, weet ik veel wat. Nu begint het taalboekje met het woord ik, een zogenaamd indexicaal element. Ik vind het zeer zorgwekkend. Dus ja, dat is een ik. Dat is toch iets wat minder makkelijk ostentatief kan aanwijzen dan bijvoorbeeld een fles. Fles dat is natuur. He. Dat is om je heen. Ik is iets anders. En als we dan al die kennis daarop richten, dat vind ik, wel, dat, dat, dat vind ik lastig. In die discussie, o, in die discussie over, over, um, over, over wat dat nou met onszelf doet, mm -hmm. al die technologische ontwikkelingen, de, 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 ja, A, denk ik, veel daarvan is hopeloos opaak. Hè? Dat is een beetje koffiedik kijken. Uh, B. Ben ik het met uh, Peter-Paul Verbeek, techniekfilosoof uit Enschede, volkomen eens dat het even onzinnig is om daar bang voor te zijn als, als niet bang voor te zijn. Het gaat toch gewoon gebeuren, omdat wij fundamenteel technische wezens zijn. En, uh, en, en C. als het dan gaat gebeuren, laten we maar steeds ter plekke kijken om er het beste van te maken. Dus ik pleit hier gewoon voor heel de simpele, pragmatische omgang met dit soort vraagstukken. Maar, niet, maar zeker niet voor. Uh, Allerlei onheilsvisioenen over uh, de gerobotiseerde mens of de geprothetiseerde mens, hmm. of die hele discussie die je in posthumanisme en transhumanisme hebt. Dat vind ik allemaal wel interessant hoor. Ik, ik kijk daar graag naar en ik, ik lees daar ook graag over. Maar je neemt het nog niet aan als feiten en of voorspellingen? Nee, niet als voorspelling. Hmm. En, en, en zeker niet ook, ook, ook niet als feiten. We gaan het allemaal meemaken. Om even een stapje terug te doen. De, de, je hebt vaak nu de, de, in de lezing en ook in je antwoorden de, de nadruk gelegd op een zekere, zeker belang van ondoorzichtigheid, van een gebrek aan transparantie. Niet, niet zozeer omdat je daar nou van nature fan van bent, maar omdat dat, denk volgens jou gewoon een onderdeel is van hoe de boel nou eenmaal in elkaar zit, van de realiteit. En ik, 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 ik zie wel hoe we daar op individueel niveau naar verlangen en, en hoe je daar op individueel niveau naar op een of andere manier een levensstijl bij kan hebben. Maar ik vraag me soms af, als ik jouw werk lees, hoe dat op collectief niveau georganiseerd kan worden. Dus wat zou, een, wat zou, bijvoorbeeld, wat zou bijvoorbeeld een wetenschap zijn die, die het belang van of het bestaan van non-transparantie waardeert? Nou, ik denk dat dat al iets is wat in heel veel wetenschappen gewoon aan de hand is. Um, ik heb in dit verband laten we eens kijken naar bijvoorbeeld de neurologie. En iedere neuroloog komt er steeds vaker achter dat bepaalde aandoeningen, uh, dat is dan een term die erg in is in die wereld, idiopathisch zijn. Mm -hmm. Idiopathische aandoeningen, dat zijn aandoeningen waarbij het geval is dat dat iedereen zijn eigen specifiek van set van oorzaken heeft. Dus je kunt niet meer in het algemeen zeggen van, kijk, hier heb je dit probleem en dan is dat de oorzaak. Dat is nog steeds een soort van uh, uh, medisch paradigma dat heel vaak een rol speelt. Hè? Ik belandde in zo'n discussie over ADHD en uh, er schijnt pas geleden een publicatie te zijn geweest over ADHD. Ik heb er ook stukken eruit gelezen. En dan, uh, dan hebben wetenschappers geloof, van deze universiteit die hebben dus vastgesteld dat er vijf dysfuncties in jouw hersenen zijn die de oorzaak vormen voor ADHD. Maar de auteurs moesten wel een methodologische rejoinder erbij toevoegen. Waarbij ze zeggen: het is nog niet helemaal duidelijk waarom in de ene omstandigheden deze vijf dysfuncties wel leiden tot ADHD en in de andere omstandigheden nee. niet. Kijk, dat vind ik dus interessant. Dat betekent dus dat de oorzaken voor dit soort vraagstukken: hè, waarom wordt de één een, 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 een zedendeliquent? Waarom ontwikkelt de ander obesitas uh, en de derde dit? Heel vaak weten ze het niet. Er zijn nauwelijks veralgemeniseerbare wetten. In de lensen stond laatst ook een heel stuk. waarbij ze gewoon zeggen van. eigenlijk is de doorsoorzaak in heel veel gevallen volstrekt onhelder. Behalve dan de platte opmerking dat het soms het hart ophoudt te pompen. En, en, en dat, dat, dat is niet ontkennen van feiten. maar dat is laten zien dat causale ketens. Dat die heel ingewikkeld liggen. En dat dat veel ingewikkelder ligt dan wij vaak geneigd zijn, of verzekeraars, laten we die groep nog maar eens een keer noemen, geneigd zijn om aan te nemen. In de forensische wetenschappen precies hetzelfde. Heel veel mensen die hebben vaak de indruk dat, dat, dat als een DNA-spoor gevonden wordt, dat je dan ongeveer weet wie de dader is. En dat is natuurlijk een grote behoefte bij de cliëntelen van bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut, de NFI. En in die organisatie bestaat op dit moment ook een grote ruzie die precies over deze vraag gaat. Moeten wij de cliënt bedienen of moeten we wetenschappelijk trouw zijn? Want die wetenschapper die zegt: "Hé, hey, dat DNA dat is lang niet altijd uh, aanwijzing of een concrete aanwijzing. Er zijn ook vla vaak vlaarden van DNA en, en ga zo maar door. En dat is, en, 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 het is helemaal niet duidelijk. Maar let op, die klanten, OM, uh, politie, de rechercheur, noem maar op, die willen allemaal duidelijkheid op dit terrein. Nou, en, 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 en terwijl ik spreek ook met, met uh, ik kreeg vanmiddag weer een e-mail van een neuroloog uit Amsterdam, en die, 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 die steeds meer tot inzicht komt dat, 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 dat veel van die neurologische aandoeningen dat die gewoon ja, onduidelijke oorzaken hebben. En dat, dus die discussie die je aanzwengelt, dat is niet een kwestie van. van van bestaan feiten nou wel of bestaan geen feiten? Nee, in complexiteit veranderen feiten van karakter. Dan is feiten niet langer iets wat je, wat je uh, alleen maar constateert, maar dan worden feiten ook iets wat je moet interpreteren. Om je een heel simpel voorbeeld te geven waar neurologen vaak mee kampen, ik, ik, ik hoor dit uh, uh, van diverse mensen in het veld. He, dat, dat, je bent, als je een traject ingaat als patiënt met neurologie, voor de helderheid, mijn moeder is overleden aan een, een zeldzame neurologische aandoening, vandaar dat dit probleem mij zo interesseert. En um, als je, als je, dan, 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 dan ga je een soort traject in en, waarbij het helemaal onduidelijk is. Uh, wat, wat, of, ja, de uitkomst is altijd duidelijk, want je gaat zeer waarschijnlijk gewoon door. He, en er uh, zijn maar weinig mensen die van neurologische aandoening genezen. En, en, uh, maar wat ook heel duidelijk is, is dat, dat waarom iemand het krijgt, deze wel en die niet, dat weet je dus niet. En dat is dus iets wat constant onderhevig is aan discussie. Dus wat moet je doen als een, neurolog, een patiënt met neurologische aandoening in het ziekenhuis komt? Dat is een zeer interessante vraag. Waar zij bijvoorbeeld mee te maken hebben, zijn met, laten we zeggen, culturele sensitiviteiten ten opzichte van pijn. Hè, het blijkt. Maar daar is nog niet echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar dat mensen uit Zuid-Nederland veel pijngevoeliger zijn dan mensen uit Noord-Nederland. Misschien heeft dat iets met calvinisme te maken of iets dergelijks. Hè, maar, als, maar als jij een, een, een soort behandelingsproces in moet, waarbij het dus gaat om. om uh, om, om, uh, waarbij dus de, de, de therapeut heel erg afhankelijk is van wat de patiënt communiceert over wat hij heeft. En als die patiënt dan zeg maar, zijn pijntjes of pijnen overdrijft, of juist onderdrijft, dan heb je al een soort van moeilijkheid met betrekking tot vaststellen wat er aan de hand is. En, en dus, dus heel veel van dit soort wetenschappen, ik geef nu neurologie als voorbeeld. Zitten met dit soort problemen uh, te kampen. En dit is een discussie die je niet moet uh, trivialiseren tot een simpele discussie over het bestaan of het ontkennen van feiten. Het is gewoon een discussie die gaat over wat je dan complexiteit noemt. Nou, ja, ik wil het niet trivialiseren, maar je hebt zelf in je lezing heb jij het spook van, uh, het al, van, van, het, uh, van het willen van pure feitelijkheid opgeworpen. Maar, maar wie willen dat nou precies? Want je hebt, je hebt gezegd, uh, wij als individuen willen het niet of moeten het niet willen. In onze geleefde tijd hebben we daar vaak een, uh, uh, niet al te veel behoefte aan. En je hebt ook gezegd dat veel uh, wetenschappers donders goed hebben, doorhebben dat zij niet bezig zijn met een soort pure transparantie en feitelijkheid. Dus waar komt dan wel die. Uh, die drang naar pure feitelijkheid vandaan, behalve de verzekeraars die je eerder noemde? Ja, ja, die verzekeraars, dat is één groep, maar er is ook gewoon een andere groep. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een grote liefde hebben voor democratie. En, 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 en democratie gaat altijd over machtsverdeling. En die machtsverdeling, die, 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 daar speelt een feit ook een rol. Een feit is. En dat, dat is natuurlijk wel essentieel. Ik geloof dat dienstzaken Amerikaanse filosofie een paar keer op gewezen heeft. Een feit is natuurlijk uh, ook een essentiële inperking op de menselijke wil. Hmm. He, dus dus uh, je hoopt dat, dat, dat he, een, 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 een feiter getrouwe discussie he, dat dat bijvoorbeeld uh, um, uh, de, een, een inperking kan zijn op bijvoorbeeld charismatische politici. He, als mensen zich niet door feiten laten inperken, dan wordt hun macht volstrekt absoluut. Het is dus wat dat betreft ook heel erg interessant om te kijken naar zo'n Donald Trump. He, die krijgt in zijn pogingen om, om, uh, om, om een einde te maken aan de Noord-Koreaanse gekte, krijgt hij van Jan en alle man te horen dat het probleem wel wat ingewikkelder is dan hij in zijn retorische neigingen uh, doet voorkomen. Iets wat, ik ook, uh, iets wat buitengewoon interessant is. Dus die macht van Trump die wordt beperkt door mensen die met oog op feitelijke standen van zaken iets zeggen. Dus dat is, dat is ook goed dat dat gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat die feitelijke standen van zaken vast liggen. He, of dat die helemaal helder zijn. Of dat die helemaal duidelijk zijn. Nee, hij wordt gewoon geconfronteerd met iets wat je complexiteit zou kunnen noemen. Denk jij dat, dat politici per definitie een in, de, in een democratie per definitie pro een probleem hebben met feiten dan? Want door wat je net zegt moet ik denken aan wat Weber in het essay over politicus als beroep schrijft. Dat, dat politici ontlenen macht en autoriteit uit drie bronnen. Namelijk hun eigen charisma. Uh, aansluiten bij een traditie van een bepaalde cultuur. En de wet. Dus in het rijtje van, uh, van, van Weber staat expliciet niet de wetenschap of feiten of de stand van zaken. Ja, nee, maar dat, dat Weber is een wijs man en dat klopt ook. Ik, ik kijk, politici die hangen altijd uh, ergens tussen... Uh, Trouwheid en loyaliteit aan uh, personen, en, trou of, en, en trouwheid en loyaliteit aan waarheid. En dit is al een heel oud uh, ou, 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 ou ding. En ze zijn uh, zich over het algemeen erg goed van bewust dat, je, dat, dat, dat uh, trouwheid aan bijvoorbeeld uh, personen dat dat soms zwaarder weegt dan trouwheid aan feiten. Dat, 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 ik, ik bedoel. Je kunt politiek niet bedrijven dat, dat, dat op basis van, uh, van bijvoorbeeld de gedachte dat ze feitentrouw zijn. of dat ze hun beloftes nakomen of iets dergelijks. David Hume heeft een fantastische passage ergens in, uh, in, uh, in zijn treatis over, uh, de, o, over waarom een politicus zijn beloften niet moet nakomen. Hij mag wel dingen beloven, maar niet met de bedoeling om die beloften na te komen. En waarom is dat? Omdat situaties veranderen. En, en denk nog eens aan die hele discussie van Rutte, die ooit eens beloofde dat er, wat hem betreft, geen cent meer uh, ging naar Griekenland. He, dat was een soort verkiezingsbelofte. En die trok die in toen de situatie met betrekking tot Griekenland zodanig veranderde dat er een oplossing voor dat land in zicht kwam. Moet hij dat dus doen of moet hij dat niet doen? Een interessante vraag. Ik heb daar ooit eens een column over geschreven in, uh, in Financieel Dagblad. En ik heb het toen voor Rutte, en dat gebeurt niet vaak, opgenomen. He? En, en, en um, uh, dat dat natuurlijk logisch is. Want als jij feiten niet buigt of als jij feiten niet, niet of, of beloftes niet af en toe kunt verbreken, dan... dan, uh, dan dan mis je de buigzaamheid, de wendbaarheid die een politicus gewoon nodig heeft in een wereld die constant verandert en fluctueert. Dus daar dat, dat, dat is weinig aan te doen. Maar ook hier weer heb je dus een, een, een aporie, een, 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 een soort uh, uh, onoplosbaar probleem. Ja, je, je wilt betrouwbare politici, dat wil je aan de ene kant. Dat zijn dus politici die geloven in feitelijke analyses. Dat zijn politici die geloven in, in, in of die zich aan hun beloftes houden. En tegelijkertijd moet je er ook niet aan denken dat je politici hebt die zich zo halstarrig aan hun beloftes houden, dat er je ook helemaal geen kant meer mee op kunt. En dat is precies de paradox. De, de jou ook bekende Bruno Latour die zegt ergens: uh, dat uh, you nu, no, ik weet het Frans, je never do better than a politician. Je kunt het nooit beter doen dan een politicus. En dan heeft hij het eigenlijk over precies deze ja. vaardigheid: om als het ware mee te kunnen bewegen met veranderende omstandigheden. Is dat dan ook iets waar, waar is dat ook een, een, een rolmodel voor wetenschap? Dat is een interessante vraag. Ah, kijk, Poppen, dat heb ik nou net, maar dat kunt u allemaal nalezen. Poppen die ziet eigenlijk een grote parallel hè, tussen wetenschap en, uh, en, en politiek. Zijn hele idee is dat, 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 dat de wetenschapper een, een, op een enthousiaste, bijna ruxegloze manier stelling poneert, een hypothese formuleert en dan uh, daarna helemaal ruxzichtloos die stelling gaat weer leggen. Mm -hmm. En dat dan ook heel blijmoedig die weerlegging voor zijn eigen theorieën accepteert. Dan, ver, dan mist hij bijvoorbeeld het hele punt van dat wetenschappers ook als mens emotioneel gehecht zijn aan stellingen die ze bedenken. He, dat, dat is een interessante gedachte. Wetenschappers gedragen zich vaak niet zo, maar ze zouden zich zo moeten gedragen. Op dezelfde manier, zegt Poppen, zou een politicus moeten gedragen. Dus wat de weerlegging is, of de falsificatie in de wetenschap... Is bijvoorbeeld ook de falsificatie in de politiek alleen in een andere vorm, bijvoorbeeld andere doordat je bij de verkiezingen een nederlaag leidt. Dan is het zo dat in feite de politiek of de, de bevolking jou falsifieert. Hm. Um, hij, hij ziet daar een parallel in, maar we, wij weten ook allemaal van zowel wetenschappers als politi politici dat ze niet zomaar hun thesis opgeven of hun machtsbasis opgeven of weet ik veel wat. Dat gaan ze niet doen. Nou ja, de jouw welbekende Latour heeft daar natuurlijk al jaren geleden in laboratory Live met Steve Wolga fantastische analyse gegeven. Waarin hij zich bijvoorbeeld afvraagt wanneer een, een, een wetenschappelijk vermoeden, wanneer dat nou echt een feit wordt. En ze laten in het boek precies zien dat iemand die een reputatie heeft, hè, die dus bijvoorbeeld hoogleraar is en allerlei dingen bereikt heeft en zo. Dat hij veel minder moeite heeft om een vermoeden om te zetten in een feit. dan, dan euh, laten we zeggen, een Ajo die net begint. En dat, 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 dat zijn. Ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant. Dat is leuk voor jou als hoogleraar. En best deprimerend voor mij. Als een, <laughs> als een, als een, euh, ja. Maar ah, goed. goed, het komt met jou nog wel goed. Maak ik ja. me geen zorgen over. Uh, met jou vast ook <laughs> nog wel een keer. Ja. Daar laten we het bij. Er stonden net mensen te wuiven dat het uh, afgelopen is. René, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, u ook allemaal bedankt voor je aanwezigheid.